Zo. Nou, we gaan beginnen. De marathon gaat van start. Het gilde dat bestaat 50 jaar. En het gilde dat houdt zich bezig met het opleiden van molenaars. En omdat wij te weinig molenaars hebben in heel Nederland, proberen we nu aandacht te krijgen op ons prachtige vak. En daarmee hopen we om nieuwe molenaars over te halen om leerling te worden en dan vervolgens molenaar te worden. Zodat we hulp krijgen van vrijwilligers. We zijn een van de 1100 in Nederland. Waarvan een deel niet meer draait omdat er geen molenaars zijn. Een deel gelukkig wel. Wij hebben inderdaad nog op dit moment 4 molenaars wat we graag willen uitbreiden. En kunnen er zeker nog 2, 3 bij. Dan kan je de molen blijven gebruiken. En het in stand houden van de molen is niet alleen van hij staat en hij kan voor de prins draaien. Dus zonder dat hij iets doet, iets zinvols doet behalve draaien. Kan je dus ook het proces van malen doen en dat is wat we nu doen en dat willen we graag blijven continueren. We gaan zo meteen gaan we graan in de trechters doen en dan gaan we malen. En we hebben nu een mooie wind om te malen, dus dat gaat waarschijnlijk lukken. En dan tegen de tijd dat het buiten rustig gaat worden, dan stoppen we ermee, anders maken we te veel herrie voor de omgeving. En dan gaan we vannacht doordraaien zonder te malen. En dan morgenochtend, als het buiten iedereen weer lekker wakker is, dan gaan we weer verder met malen. Iedereen die zin heeft, Nieuwekerkers, Kapellenaren, mensen uit Rijnmond die niet erg vinden om een stukje te reizen. Iedereen die molenaar wil worden is welkom om kennis te maken. En leggen we graag uit hoe het allemaal gaat werken. En hoe we de opleiding eventueel kunnen faciliteren om de erfenis van molens in leven te houden. Radio Kapelle.